Ben je nieuwsgierig naar je genetische aanleg voor obesitas? Mijn Medicijn heeft een obesitas-DNA-test die je kan helpen om je genetische aanleg voor obesitas te ontdekken. Hoewel obesitas een complexe aandoening is die wordt beïnvloed door levensstijlfactoren, speelt genetica ook een belangrijke rol. Hoewel het verband niet altijd voor de hand ligt, zijn genetische variaties in verschillende genen geassocieerd met een groter risico op obesitas. Maar hoe kunnen genen het risico op obesitas beïnvloeden? Het menselijk lichaam heeft mechanismen die de eetlust reguleren en de hersenen informeren dat er geen behoefte is om meer te eten, waardoor het gevoel van verzadiging ontstaat. Dit rapport analyseert genen die betrokken zijn bij deze mechanismen, die, wanneer gemuteerd, een persoon meer kunnen laten eten of, juist andersom, iemand sneller een gevoel van verzadiging kunnen geven. Dit rapport bevat ook genen die de snelheid bepalen waarmee vet wordt afgebroken en calorieën worden verbrand. En zelfs genen die aangeven of je kunt profiteren van beschermende effecten tegen obesitas bij het consumeren van een mediterraan dieet. Kortom, de genen die in verband zijn gebracht met een hoger risico op obesitas beïnvloeden 4 processen. Regulatie van eetlust, calorieinname, vorming van vetcellen, opslag van vet in vetcellen. Het hebben van deze informatie kan helpen bij het definiëren van levensstijl, dieet en bewegingskeuzes voor een betere beheersing van je gewicht. Laten we eens nader bekijken welke informatie je kunt verkrijgen uit deze obesitas-DNA-test. Het FTO-gen was het eerste gen dat in verband werd gebracht met obesitas. FTO is een acroniem voor Fat Mass and Obesity Associated, vetmassa en obesitas geassocieerd. De exacte functie van het FTO-eiwit is nog niet volledig begrepen, maar het lijkt betrokken te zijn bij de regulatie van het lichaamsgewicht en de energiebalans. Personen met bepaalde FTO-geenvarianten kunnen verschillen vertonen in de regulatie van eetlust en energieverbruik. Sommige onderzoeken suggereren dat deze genetische varianten kunnen leiden tot een verhoogde voedselinname en een voorkeur voor calorierijk voedsel, wat kan bijdragen aan gewichtstoename. Het MC4R-gen is een ander gen dat geassocieerd wordt met obesitas en een belangrijke rol speelt bij de regulatie van eetlust en de energiebalans. Dit gen codeert voor een receptor die verantwoordelijk is voor het naar de hersenen sturen van een signaal dat aangeeft dat een individu verzadigd is en niet meer hoeft te eten. Als gevolg hiervan wordt de eetlust onderdrukt en stopt de persoon met eten. Het MC4R-gen heeft veel voorkomende genetische variaties die de normale functie van de receptor kunnen verstoren en eetlustdysregulatie kunnen veroorzaken, wat de gevoeligheid voor obesitas beïnvloedt. Bepaalde genetische variaties in MC4R zijn in verband gebracht met een verhoogd risico op obesitas en andere zijn geassocieerd met een lager risico. Het LAPR-gen, leptine receptor, is een belangrijk onderdeel bij het controleren van lichaamsgewicht. Het codeert voor de receptor van het hormoon leptine, dat een sleutelrol speelt in de regulatie van eetlust en lichaamsgewicht. Dit hormoon wordt voornamelijk geproduceerd en afgescheiden door vetweefsel. Wat er gebeurt is dat wanneer de vetreserves in het lichaam toenemen, ook de niveaus van leptine in de bloedbaan stijgen. Dit leptine in de bloedbaan wordt naar de hersenen gevoerd, waar het zich bindt aan zijn receptor, de leper. De binding van leptine aan leper stuurt op zijn beurt een signaal naar het lichaam dat aangeeft dat het lichaam voldoende energiereserves heeft en dat een gevoel van verzadiging stimuleert en de eetlust vermindert. Bovendien bevordert de binding van leptine aan zijn receptor ook de verbranding van meer calorieën, bijvoorbeeld door een verhoogde stofwisseling en meer warmteproductie. Het gecombineerde effect van het bevorderen van energieverbruik en het gevoel van verzadiging helpt om lichaamsgewicht binnen een bepaald bereik te houden. Wanneer leptinesignalering wordt verstoord als gevolg van genetische varianten in LEP, kan dit leiden tot een verhoogde eetlust en verminderd energieverbruik, wat mogelijk bijdraagt aan gewichtstoenemen. Naast deze genen vind je er nog vele andere en bovendien ook informatie over bepaalde diëten, zoals het mediterraan dieet. Het mediterrane dieet is een voedingspatroon dat wordt gekenmerkt door een hoge consumptie van fruit, groenten, volkoren granen, olijfolie, vis en een matige consumptie van rode wijn. Het wordt geassocieerd met verschillende gezondheidsvoordelen, waaronder een verminderd risico op obesitas en daaraan gerelateerde aandoeningen. Studies hebben aangetoond dat personen met ApoA5-varianten, die geassocieerd zijn met een verhoogd obesitasrisico, baat kunnen hebben bij het volgen van een mediterraan dieet.